Hey mensen, mijn naam is Colin en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog voor Colin for Fun. Ja mensen, helaas heb ik al de laatste paar weken geen nieuwe vlog meer online gezet. Dat komt omdat ik het nogal druk had. Daarom heb ik ook nu, ook vooral vanwege de nieuwe serie, The One Man Short Movie. En ik moet nog even een naam bedenken van hoe we het gaan noemen. Ik denk dat we vandaag of morgen en misschien overmorgen gaan we weer een nieuwe opnemen. En daarbij ga ik ook wel even vloggen voor jullie. Maar deze vlog gaat minder lang duren denk ik, want vrijdag heb ik helaas geen tijd om te bewerken. Dus dat doe ik dan een andere keer en dan zien jullie het wel verschijnen. Sowieso komt deze zaterdag online. Ik ben nu dus onderweg naar huis van school. Het is nu 1:30 ongeveer. Dus ik ga nog even zo meteen lekker wat eten. En dan spreken jullie straks weer. Misschien laat ik jullie nog wel wat zien als ik ga eten of zo. Weet nog niet, maar jullie zien me zo meteen wel, dus tot zo! Ja mensen, ik ben nu al een tijdje weer thuis. En ik heb net even met Johan gepraat. En ik ga dus nu richting zijn huis toe. Om even de short movie voor aankomende maandag op te gaan nemen. Dan gaan we dat straks doen. Nu pak ik even mijn tas met mijn laptop en alles. Even een USB-stickje meenemen. Om de video op neer te zetten. En als ik dat klaar heb, dan ga ik richting Johan toe. Om de short movie te gaan opnemen. Moeten we eerst nog gaan bedenken wat we precies gaan doen deze keer. Wat er gaat gebeuren en alles. Dus dat is voor ons nu nog allemaal een raadsel. Waar we gaan filmen, ja, bij zijn huis, dat weten we wel. Maar voor de rest, de manieren waarop ik ga filmen, dat weet ik allemaal nog niet. Maar dat zie ik dan allemaal altijd wel. Ik ga nu richting Johan toe. Ik ga nu richting Johan. Voor jullie is het ben ik zo. Maar voor mij moet ik nog even fietsen, dus ik spreek jullie daar wel. Dus tot zo. Nou mensen, ik ben dus net binnen. Ik ben net aangekomen. Daar is die. Hallo. Hallo. Jullie kennen hem natuurlijk al. Ook van de short movies. Daar gaan we nu even een eentje opnemen. Voor aanstaande maandag. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden, die short movies. Zet het dan eens even hieronder in de reacties van wat ze bijvoorbeeld beter kan of wat jullie leuk zouden vinden. Jullie kunnen ook, lijkt me ook wel grappig, jullie kunnen ook dingen neerzetten wat jullie in de volgende short movie willen zien. Een bepaalde gebeurtenis, wat er gaat gebeuren ofzo. Dat kunnen jullie hieronder neerzetten. Dus wij gaan nu even opnemen. Ik laat jullie zometeen nog wel een paar leuke dingetjes zien. Behind the scenes, dus dan zien jullie dat zo wel. Dus zo mensen. Ja mensen, we zijn nu net klaar met een klein deel van de opnames. Dus ik ga richting huis even de hond uitlaten. Ik laat hem weer alleen. En Clue, ik heb zijn kanaal gebruikt. Yep. Voor de video. Dat heeft hij inderdaad. Dus. Dus ik neem hem een dagje over, zoals jullie hem gaan doen. Hij neemt het aanstaande maandag over. Dus jullie zien het wel verschijnen dan. Dus nog 3 dagjes wachten en dan zien jullie het. Dus ik ga nu even de hond uitlaten, dus ga richting huis en dan spreek ik jullie zo vanavond meteen. Misschien vanavond nog. Misschien laat ik dan toch wel een keertje even een paar kleine korte opnametjes zien van het jeugdorkest. En misschien ook niet, dus jullie zien het vanzelf wel. Maar jullie zien me zo nog bij het hond uitlaten, dus dan spreek ik jullie straks weer. Tot en zo. Misschien tot zo. Ja, tot zo. Dus net thuis aangekomen en dan ga ik meteen even de hond uitlaten. Het is ongeveer 2 minuten geleden van de vorige video. Daar daar loopt die hond. Dus die ben ik nu lekker aan het uitlaten. Want het moet natuurlijk ook gewoon meer gebeuren. En ja, ik vind het nog steeds wel eng om in het openbaar te filmen en te praten waar mensen bij zijn. Maar ik begin het op een gegeven moment wel een beetje te leren. Vanavond is richting een jeugdorkest. Daarna weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Ik denk dat ik meteen naar huis moet, helaas. Maar dan ga ik even kijken, ik denk dingen opzoeken van hoe ik andere leuke dingetjes kan bewerken. Gewoon tips en tricks, want ik moet altijd nog bijleren om goede video's te maken. En dat vergt af en toe nou eenmaal wat tijd.
En dat is dus wat ik ga doen. Nu is het lekker de hond uitlaten. En als ik straks thuis ben, spreek ik jullie straks nog even. En voor de rest, ja, dan zien jullie me vanavond wel weer dus. Tot straks en misschien, en anders tot vanavond. Ja mensen, het is inmiddels alweer avond. We zijn al een tijdje terug van de muziekvereniging. Jan is hier zo nog weer even bij me. En ja, we zijn nu even druk bezig. En ik zie net dus dat mijn internet bijna op is. Dus ik zet mijn internet ook al best wel snel weer uit. Ik zeg voor nu dat ik ga slapen. En ik spreek jullie dan morgen weer. Dus tot zo. Het is vandaag alweer dinsdag en ik ben vandaag heel erg vergeten om te vloggen. Lekker slim. Nou, vergeten. Ik had het wel een paar keer in mijn hoofd, maar ik zat op school tot 3:30. Het is nu al inmiddels 4:05, dus ik ben net ongeveer 10 minuten thuis, nog ineens. Wat ik nu ga doen is een beetje nog muziek uitzoeken voor donderdag, want eigenlijk zou het vrijdag zijn dat ik ging draaien. Maar het bleek dus dat ze dat hebben veranderd naar donderdag. Ofwel, ik ga het dus donderdag al draaien. Ik heb er zin in en dat komt dus leuk ook in de vlog, waarschijnlijk. Ik weet het nog niet zeker, maar jullie zullen het wel zien dus. Wat ik nu ga doen is muziek nog uitzoeken. Dan ga ik straks om 6:30 ga ik weer richting Johan toe. Tenminste, nee, 6:30 zit ik al weer bij de muziekvereniging. Dan heb ik dus jeugd drumband. Maar daar ga ik helaas dus niet filmen, zoals gewoonlijk. Maar dat is ook omdat ik daar mijn mobiel niet mag pakken. Ik zie dus net dat ik de honden moet gaan doen. Dus ik ga nu even de hond uitlaten en dan spreek ik jullie straks weer. Waarschijnlijk. Tot zo. Ja mensen, jullie zien me niet zo goed. Ik praat ook best wel zachtjes. Ik ben bij Johan nu. En ik ben hem aan het pranken, dus ik laat jullie even. Nee, hij weet dus niet dat ik een app ben. Dus ik zet nu even mijn camera weer uit. En als hij straks komt hier, ik hem je laten schrikken. Ik heb hier vol overzicht over de keuken, over de woonkamer. Dus jullie gaan het zien. Na 2 minuten zoeken heeft hij me gevonden. Zo mensen, het is inmiddels alweer avond. Dat was het al, maar oké. Okay. We zijn net terug van de jeugdrumband. Ik ben hier samen met... Jammer. Je ziet hem echt heel vaak deze vlog. Maar je ziet hem ook... maandag zie je hem ook. Want dan heeft hij dus iets voor mij overgenomen. Thank you. En we gaan nu even kijken wat we gaan opnemen. We weten nog niet echt precies wat we gaan doen, maar... als we wat leuks gaan opnemen en ja, dan stop ik het misschien wel in mijn vlog, misschien ook niet. Jullie zien het wel. Tot zo. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Moet. Nee. Het moet. Nee. Ja, moet. Het is natuurlijk bijna oud en nieuw, nog 2 weken. Nee, we zijn nu even bezig dus voor het downloaden voor video's. Voor de countdown, want wij zetten ze zo. Ik zet ze 5 minuten. Ik zet ze 5 minuten voor oud en nieuw online. Ik vertel jullie, als ik thuis ben, vertel ik jullie er even meer over. Dus tot zo. Ja mensen, ik ben dus net thuis. Wat ik dus net bij Johan wilde vertellen is dat... dat er voor zowel parkreview als scoring for fun... komen een... komen de gelukswensen tijdens oud en tijdens ja, om 11:55 komt het video online. En om 11:55 er komt een klok in te zitten van 5 minuten met allemaal terugblikken van afgelopen tijd met hoogtepunten en faalmomenten. En die krijgen jullie dus allemaal te zien. Maar ik ga nu lekker slapen en dan spreek ik jullie morgen wel weer. Dus tot straks. Ja mensen, ik was gisteren mijn pet vergeten bij Johan. En dat is inmiddels trouwens ochtend. Ik ben een beetje aan het haasten, want
Ik moet richting school. Dus ik ga heel even mijn spullen pakken. En dan spreek ik jullie straks als ik aan het lopen ben. Dus tot straks. En dan is het vanmiddag. Dus tot straks. Ja mensen, ik heb mijn laatste toets. Maar helaas wil ze dus niet laden. Fuck. Ik hou het nu even kort, want ik zit namelijk in het lokaal. Dus ja, ik spreek jullie straks wel weer. En dan vertel ik jullie er meer over. Dus tot zo. Ja mensen, nou, één ding. De toetsen gingen dus perfect. Ik ben inmiddels ook alweer bij Johan. Want we moeten nog verder filmen voor de video voor een aanstaande maandag. Dan gaan we nu de buitenscènes voor opnemen. We gaan even lekker. Woehoe. We hebben, ja, ik heb uitgevonden dat dit dus best wel steady is. Om zo de camera te gebruiken. Willen jullie het zien? Kijk dan aanstaande maandag om 12 uur op mijn kanaal en of op zijn kanaal. Staat gewoon onder in de description voortaan. Dan kan je dus kijken. Ja, dan kan je dus die video's zien. Wij gaan dus lekker even filmen. En wij spreken jullie straks. Ja mensen, mijn mobiel, of mijn geheugen was net vol. Jonas is tenminste klaar met de camera, want zijn batterij is leeg. Veel problemen op het moment. Jammer. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik heel veel heb gefilmd al. Nee, we gaan nu, zoals ik net al voor de, nu zeg ik wel voor de derde keer. We gaan nu onderweg naar zijn huis en dan film ik wel weer. Want we gaan nu door een hele drukke straat en Jan, doe niet zo. Ah. Weet ik veel. Maar we spreken jullie straks wel. Dus tot zo mensen. Ja mensen, ik ben weer net thuis. Natuurlijk, ik ben net moest weer even de hond uitlaten. Dus we zijn maar al klaar met die opnames voor maandag. En voor, even kijken, wanneer zal ik deze video, ik weet niet precies. Net ik deze video op eerste kerst of tweede kerstdag online zet. Maar dit is een video voor parkreview die we, waar we net, ja. Vanavond gaan we natuurlijk met parkreviewing, gaan we de lasershow reviewen. En deze en ecologisch vuurwerk. Dus daar zijn we net al even op plaats geweest. Om even te kijken hoe het er daar uitziet. Want daar moet je ook natuurlijk wel profijt van hebben. Zodat je weet waar het is en wat het precies is. Welke locatie. Dus dat weten we nu ook weer. En het is in ieder geval een hele bekende locatie voor Johan. Dus daar hebben we ook weer geluk mee. Dus daar hebben we ook nog even een paar shots voor gefilmd. Voor het overdag zien even. Voor even snel tussendoor. Heb ik even een paar leuke scènes gemaakt. En dan ga ik straks nog even wat morgen doen. Morgen moet ik namelijk gaan draaien op school. Dus dat moet ik ook dan nog even doen. En dan moet ik even klaarzetten thuis. Wat ik mee moet gaan. Want dan heb ik, denk, ben ik bang dat ik vanavond daar geen tijd voor heb. En dan ga ik eten. En dan richting Johan. Voor de officiële opnames. Ik heb er zin in en ik neem jullie natuurlijk ook nog wel even mee vanavond. Maar ik wil denk ik ook nog wel even een paar shots. Of hou even een paar shots uit wat ik heb gefilmd al. Dus dat zien jullie allemaal zo meteen wel. Dus ik ga nog even de hond uitlaten en dan spreek ik jullie straks weer. Ja mensen, we zijn dus net terug en we zitten hier. Oh ja, jullie kennen hem natuurlijk nog niet. Dus Xander, daar. Hoi. Hij is namelijk een van ons, een van de parkreviewers. Ik doe niks aan. Nee, maar we zijn dus net terug. Ja, jullie hebben nog niks gezien. Maar jullie krijgen nu wel even wat beeld te zien. Gaan we vissen? Vandaag mogen we zeggen ja. Ik zeg, gaan we vissen? Ja, dat was dus een beetje wat wij de hele avond hebben gedaan. En ja, wij gaan nog even de video's bekijken en even kijken welke wel en niet worden gebruikt. Dus wij gaan daar nog even mee verder en dan spreek ik jullie straks weer en anders tot morgen. Ja mensen, het is vandaag alweer donderdag, mijn laatste vlogdag. Woehoe. Het is inmiddels trouwens al donderdagmiddag. En alweer met Johan. Yo. wat is dit? I don't know. Mijn hand doet echt wel pijn nu vanwege mijn laptop, want ik kom. Tenminste, ik ben gelijk van school naar hem toe gegaan.
En ja, moest ik even videobestanden even op een USB-stick zetten. Dus daar hebben we een aantal uur aan besteed. Ja, wat kan ik aan doen dat jouw 3 van de 4 USB's het niet doen? Dat daar te weinig geheugen op zit. En dat terwijl ik 5 heb. Dus ja, we zijn nu even aan het lopen richting mijn huis en dan gaan we. En dan gaat hij even de video bewerken. Dan ga ik even een e-mail sturen naar DTS van gisteren. DTS? Dus, DTL. Ook goed. DTS. En Dream Fireworks. Inderdaad. Dus dat ga ik straks doen. En mijn tassen zijn allebei enorm zwaar. Als je een tijdje mee hebt gewandeld. Dus we gaan nu even naar huis. Naar mijn huis. En dan zien we jullie daar wel weer. Dus tot straks. Dus je neemt gewoon mee van... Als ik zeg, ja, en we gaan meteen aan. Noem maar. Geen jupit. Zou je moeten mogen herhalen? En dan ben je elkaar filmen. Nee, we zijn dus... Mijn huis daar zo aan het bewerken. Ik ben hier zo bezig. Ja. Dus. Ja, mijn hand begon te trillen. Maar daar zijn we nu dus mee bezig. Ik ga een keer Jan zo meteen naar huis sturen. Om hem daarna voor vanavond weer nog even uit te nodigen. Dat we verder kunnen. En wij gaan dus even verder. En dan spreek ik jullie straks weer. Zo mensen, ik ben alweer een beetje heel erg vergeten om te gaan vloggen. Ik moest namelijk nog een e-mail gaan maken. En hoe heet het nou? En Jan nog helpen met het bewerken van de video van aanstaande maandag. Die is overigens super leuk geworden dus. Nu zien jullie maandag wel. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Klik even op abonneren. Oh ja, en trouwens, vergeet ook niet mijn Facebookpagina te bezoeken. Want die heb ik namelijk ook nog. Het heet gewoon Corn for Fun. En die kan je bezoeken met een link hieronder in de reactie of in de description. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. En later!